Een schip voor die man, bouw een schip voor die man en zijn vrouw die door de goden zijn vergeten. Wat een ramp voor die man, die moet vluchten als hij kan. In de stad komt iedereen het toch te weten. Begeleid alle dansstukken en bewegingsstukken. Een barvrouw aan het einde van de wereld. Het oude stuk, oorspronkelijke teksten, bewerkt tot het toneelstuk en ik regisseer. Ik ben componist en ik heb alle muziek voor Gilgamesh geschreven. Het verhaal van Gilgamesh gaat eigenlijk over hoe word je mens en wat maak je mee op je levenspad. En dat zijn allerlei fases. Mensen maken allerlei dingen mee en daarmee ontwikkel je wie je bent. En dat gebeurt in dit verhaal ook. Het gaat over reizen, het gaat over worstelingen, het gaat over goed en kwaad. Het gaat over de filosofische vragen die een mens in het leven zichzelf stelt. En het is zo goed om te weten dat die vragen al 5000 jaar geleden werden gesteld. Zodat wij weten dat we niet de eerste zijn. En dat de kinderen weten dat ze niet de eerste zijn die die vragen stellen. En dat in die literatuur dus uiteindelijk ook de wegen worden uitgestippeld waarmee je die vragen te lijf kan gaan. Ik speel en ik mag ook meehelpen aan de kostuumsontwerp. Eigenlijk begon het een beetje omdat ik het zelf leuk vond om te ontwerpen, om een beetje een beeld te krijgen van de spelers. En toen had Theo die gezien en Theo zei, nou, het lijkt me wel leuk als je me komt helpen daarmee. Theo Zoontjes is een vriend van mij en hij vroeg mij of ik mee wilde doen. En even over nagedacht, maar toen zag ik de kinderen zo enthousiast bezig. En toen vond ik dat ik het niet kon weigeren. We hebben hier 3 slagwerken straks. En Zwaan op de piano. Crowdfunding is niet alleen dat je iets geeft, maar je doet dat met elkaar. En mijn ervaring is, het verbindt. Want je bent niet de enige en je kan ook precies zien wat het gevolg is, maar je doet het samen. En het is zo mooi om te zien dat zodra je iets gegeven hebt, dat je het ook meteen gerealiseerd ziet in ook het bedrag wat er staat, maar ook dat dan ook iets werkelijk tot stand komt. Volgens mij kan het voorlopig niet beter dan zo.